goed zelfvertrouwen hebben. Redelijk sterk in je schoenen staan. Probeer dat ze niet over je heen lopen of je uitdagen op een bepaalde manier. Niet. Einde recreatie. Gaan terug naar cel. Jongen, nog even nieuws afkijken, dan kom ik. Nee, laat me dit even afkijken, man. Ja, maar dat kan ik op cel kijken. Kom, we gaan. Ja, dan einde, is het toch al voorbij. Einde recreatie. Nou. Doe even normaal, joh. Als je gelijk zie je nou gaat... wel uit te doen? Hey, we gaan wat is niet dat nou, zien, joh? Ga niet in de man, ik kom er toch even afkijken, joh. Even rustig doe aan. Doe even normaal, joh. Gewoon terug naar cel. Dat heb ik toch niet meer gezien? Marcus, Marcus. Hé, wat is dat nou, joh? Kom, je gaat gewoon terug naar cel. Gaan we nadenken, joh. Maar het is ook als je als goed team op elkaar in bent gespeeld en je weet wat je moet doen, sta je niet snel voor verrassingen en kan je goed handelen. Kun je even rustig aan? Morgen komt de directie bij je praten. Maar ik heb je gewaarschuwd om gewoon mee te gaan. Je moet flexibel zijn. Je moet openstaan voor kritiek. Je moet collegiaal zijn, goed in teamverband kunnen werken, want ja, je moet toch alles met z'n allen kunnen doen. Ja, dat is ongeveer het belangrijkste wat je mee moet nemen als je wil solliciteren voor de functie van complex beveiliger.